Ik heb niks gevraagd. Nee, dit is goed. Ik ben toch niks aan het doen? Nee, dit is goed. Ik heb alles gefilmd en ik ga nu naar de politie. Die clip, ik weet niet of jullie die ooit gezien hebben, is al meerdere keren viral gegaan op TikTok. Heel veel mensen hebben die al 1000 keer gerepost. Ik heb eigenlijk nooit gepraat over die clip, omdat ik eigenlijk gewoon wil dat die vergeten wordt en dat mensen vergeten dat dat is gebeurd. Maar eigenlijk is het wel een van de fucking beste verhalen ooit. En ik vind het jammer dat ik deze video niet eerder gemaakt heb, want deze video is ondertussen wel al een paar jaar oud. Ik zit dus ook in die video. Hij zag het ook erna. Ze probeerden de homie Acid aan te vallen. Het is niks om me voor te schamen eigenlijk. Ik vind, snap je? Het heeft gewoon een slechte fucking bijnaam gekregen op TikTok en shit. Het is tijd dat ik jullie het hele verhaal vertel achter deze viral clip. Dus, fuck man. Ik ben in Gent met mijn matties van Blankenbergen. Die doen helemaal geen YouTube, die hebben helemaal niks te maken met YouTube. Wij zijn gewoon in Gent omdat we Yu-Gi-Oh kaarten wilden kopen en we hadden zin om ons helemaal Lazarus te zuipen. Dat hebben we dus gedaan, het was super mooi weer die dag. Wij zijn naar zo'n leuke lokale kaartshop geweest, we hebben daar veel Yu-Gi-Oh kaarten gekocht. Dan zijn we naar een leuke bar gegaan, we hebben daar al onze Yu-Gi-Oh kaarten opengemaakt. We hebben daar in principe gewoon heel de dag gezeten. Gedronken, Yu-Gi-Oh gespeeld en meer gedronken. Wij zijn klaar met sippen. Het is echt nog vroeg. Het is 6 uur of zo. We gaan naar de McDonald's. We komen uit de McDonald's op de Korenmarkt in Gent. En wie zie ik daar gewoon staan? Ryan en Bunny. Ryan was aan het chillen met Bunny. En Ryan was op dat moment gewoon een van mijn beste vrienden. Natuurlijk, ik ga naar hun en ik ben een beetje dronken. En al mijn vrienden zijn daarbij. Superleuke vibe. Benoit is op dat moment een vlog aan het maken. En ik neem zijn camera over en film mezelf zo. Kijk, hij heeft dat dan gebruikt als fucking thumbnail voor die video. Cool op! Hey, wat fuck? Kijk, toevallig Ryan en Bunny tegengekomen in Gent. Poelo! Op een bepaald moment komt er een groepje kleine jongens naar ons gelopen. Ik denk dat ze met 4 waren of zo. Alle 4 met een camera in hun hand. En zij beginnen me echt zo in mijn gezicht te filmen. Van, oh, Acid en Ryan en Unagis. En zo heel de tijd die telefoon in ons gezicht duwen. En ik vond het echt niet chill, man. Het was ook zo op een disrespecting manier dat ze me aan het filmen waren. Zo heel de tijd foto's blijven nemen. En dan live gaan op Instagram en op Snapchat. En heel de tijd filmen. En ik was done, man. Dus ik zag altijd van, hey, fuck off, man. Ik heb echt geen zin om fucking heel de tijd met die camera in mijn gezicht. Als je een foto wil, maak dan gewoon een foto. En ze doen echt stoer. Ik had gewoon denk van, hey, fuck off. Hou weg, man. Ga naar jullie ma of zo. Je ma heeft vis gebakken. Ga naar huis iets gaan eten. Je moet naar TikTok gaan kijken, man. Het is te laat. Wat doe je hier nog op straat? Ja, man. Dat is niet zo goed gevallen bij hen. Ook al waren ze jong. Ze werden echt wild. Zo agressief zelf. Maar ze konden niks doen, want bedoel, wij waren ouder en we waren met meer. Dus wat doet hij? Hij pakt zijn telefoon en hij zegt van, ik ga mijn neef bellen. Ik ga mijn niffo bellen, man. Ik ga mijn neef bellen en je gaat je het beklagen wat je allemaal hebt gedaan. Ik begin super hard te lachen. Ik begin echt hem uit te lachen in zijn gezicht terwijl hij aan het bellen is. En ze wandelen weg. Dit was het domste idee ooit. Dit was serieus het meest idiote idee. Wij gaan chillen. In een steeg. Een doodlopende fucking steeg. Dat was het beste idee dat we hadden. Om gewoon even te gaan chillen in een steeg. Want eigenlijk, ik had niet verwacht dat er nog iemand ging komen. Niemand van ons had verwacht dat er echt een niveau ging komen. Dat er echt mensen gingen komen naar ons. Nu, ze moeten ons in die steeg gewandeld zien hebben. Ze moeten ons van een afstandje blijven volgen zijn of zo. En gezien hebben dat wij hier echt gewandeld waren. Een paar minuten later kwam de niveau van de buurt dus echt toe. En ineens waren ze gewoon wel met evenveel als ons. En ineens waren er wel gewoon allemaal jongens van onze leeftijd die echt klaar waren om ons gezicht te breken. Ik weet niet wat die guy gezegd heeft tegen zijn niveau. Maar hij kwam toe en hij zei direct van, wie heeft er hier fucking stoer gedaan tegen mijn neefje? Wie heeft er hier shit gezegd tegen mijn neefje? Ja, dan staan wij hier. Ingesloten. Je kan niet weg, hè. Het is een fucking filmscène. Wij staan in een steeg en van de andere kant komt er ineens een hele groep guys in trainingspakken naar ons. Dat is dit stuk. Dat is dit legendary stuk. Samen zijn we. Ik ben niet voor de mond gedaan, let. Check ook hoe posted dat ze wandelen. Ze zijn ready, hè. Ready for war. Check dat. Zie hem komen. Gewoon acht. Klaar, hè? Klaar om te slopen. Nee, dit is goed. Ik ben toch niks aan het doen? Nee, dit is goed. Er is hier zelf een probleem van wie daar aangepakt moet worden, want deze rechtse guy hoort bij de trainingspakboys. Die is zo van, nee, je moet niet aanpakken, je moet aanpakken, en wijst die naar mij. Op dit moment ging ik waarschijnlijk wel een klap gekregen hebben. Ik was dronken. Ik had ook geen zin om mij te laten doen, sabie. Ik dacht ook van, fuck it, wat kom je stoer doen tegen mij? Ik heb niks verkeerd gedaan. Ja, nu komt het tegen.
Benoit saved the fucking day. Maar de manier waarop. Dit is goed. Ik ben toch niks aan het doen? Ik heb alles gefilmd en ik ga nu naar de politie. Nu, het moment dat je dit zegt. En dat is het beste, maar dat zie je enkel als je goed focust en als je goed kijkt naar de video. Het moment dat je op zijn fiets hopt met die camera en roept: ik heb alles gefilmd, ik ga nu naar de politie. Draaien al die boys in om en beginnen zij super hard te lopen achter die fiets. Maar als ik zag sprinten, en hij is waar ze allemaal de flash. En hij zijn ze allemaal gewoon woef, achter die fiets gevlogen. En ze zijn echt nog lang achter hem gelopen, man. En je kan dat, denk ik. Ik denk als je goed kijkt, dat je het zelf kan zien in de video en dat je het hoort, dat iedereen achter hem aan het lopen is. Check. Je ziet hem lopen. Ja. Hier, je ziet hem allemaal lopen. Allemaal flash achter die fiets. Omdat ze zelf waarschijnlijk ook door hadden dat ze erover waren gegaan ofzo. Die boys zijn echt weggelopen toen. Zijn even achter hem gelopen en daarna zijn ze gewoon weggelopen. En wij zaten daar nog steeds van, what the fuck is er hier net gebeurd, man? Wij gaan daar weg. We komen deze guy gewoon tegen. De big boss. De guy die post-it staat. De guy die al te spreken doet. De guy die zegt dat hij elkaar gaat kapot slaan. De neef van de guy in kwestie. Komen we gewoon tegen, man. In een andere straat, op een andere plek, half uurtje later. En hij deed gewoon chill. Hij zei dat dit niet de bedoeling was en shit. Dan zijn we er ook achter gekomen. Hij zei dat zelf. Hij was helemaal niet de neef. Dat is helemaal niet zijn neefje. Hij was gewoon een mattie van de buurt. Dat zijn precies zijn woorden. Hij zei gewoon tegen ons, ja, hij belde. Ik dacht van, kom, ben gewoon mattie van de buurt. Ja, man. Het was gewoon een chill gesprek daarna. Ik denk zelf, misschien zit dat ook nog in die video. Ik zie jullie Marius. Dat is nog niks. Kom hier een keer naar Overpoort. Oké, mensen. Ik sta hier nu met de gevaarlijke vijand. Jullie zien het. Holy shit. En alles is opgelost. Je zou bijna denken dat het gestaged is, hè. Ik snap het zelf ook niet. Hij zei zelf dat we een keer naar de Overpoort moesten komen met hem. What a fucking dag. Ik heb alles gefilmd. Ik ga nu naar de politie, man. What the fuck? Ja, dit was een van de raarste dagen in Gent ooit. Ik heb er wel een wijze les uit geleerd. Loop nooit in een steeg als er iemand zegt dat hij zijn niffo van de buurt gaat bellen. Dat is een dom idee. Want als de niffo van de buurt gebeld wordt, dan komt hij ook. Ja, man. Dit was het verhaal achter de clip, man. Nu weten jullie het ook. Nu hebben jullie heel de backstory. What the fuck? Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wou dit eigenlijk nooit maken, maar ik zag die clip vandaag weer passeren. En ik dacht van, dan moet ik het wel een keer vertellen. Bij deze. Ik hou van jullie. All the love. All the fucking power, man. Yo. Hey, check the bomb.